Kerst is voor ons echt met z'n allen samen zijn en worstenbroodjes. En daar had ik een bestelling voor gedaan. De broodjes die werden de dag ervoor gehaald. De volgende dag was het kerst. En toen was ik dus ziek. En toen werd ik de hele tijd gevraagd, waar zijn de worstenbroodjes? Ik zeg, ja, in de auto of in de koelkast? Waarop ik zelf dus ook ben gaan kijken. En toen bleek dus inderdaad dat de worstenbroodjes missing in action waren. Krijg je dan een soort paniekaanval, want het is een familietraditie. Wat ga ik doen? Ik ga die bakker bellen. Een bakker die neemt natuurlijk op eerste kerstdag de telefoon niet op. Ik had het telefoonnummer opgezocht en dan zag ik dus dat het een internetsite was. En daar kon ik ook een e-mail achterlaten. En tot onze grote verbazing komt er een zwarte auto aanrijden. En iedereen, dat is de bakker. Mensen zijn naar buiten gegaan, hebben de broodjes opgehaald. Nou, die bakker had er nog van alles bij gedaan. Dit was inderdaad een kerstgedachte van... ja, wij vonden het voor hem heel sneu, maar voor ons was het fantastisch. Daarom geven wij Pakhuis in Steenbergen een hele...